Lucas, zijn dit de lekkerste overwinningen? Laatste minuten. Hem over de streep trekken is altijd het lekkerste. Ja, je mag weer eens beginnen in de basis. Was dat een fijn gevoel voor jou? Ja, tuurlijk. De laatste twee weken op de bank met frustratie, zoals het gaat op de bank, zitten kijken. Maar nu weer starten, dus voelt lekker. Ja, is dat lastig voor de voetballer om dan vanaf de bank toe te kijken? Ja, toch wel. Zeker als het niet goed gaat. Ja, bij 3-0 tegen Eindhoven is dat niet zo heel lastig zonder stress. Maar je wilt wel altijd op het veld staan, maar tegen Almere was het toch wel lastiger. Ja, vandaag de lastige uitwedstrijd tegen Willem II. Hoe kijk jij terug op die eerste helft? Twijfelend begin, maar dan goed herpakt en ik denk ook wel de beste kansen. Al bij al een redelijk evenwichtige eerste helft waarbij beide teams goed staan, tactisch goed neerzetten. Dus dat was in ieder geval mogelijk en dan tweede helft veel vermoeidheid, dan wordt het een beetje een open spel. Ja, in de rust staat het 0-0. Met welk gevoel gingen jullie de kleedkamer in? Ja, niet per se slecht, niet per se goed. Gewoon, we zijn goed bezig en die kansen komen wel, blijven verder zetten. Dat was het eigenlijk. Ja, dan kwamen we toch op 1-0 achterstand. Wat dacht jij toen? Dan toch niet weer net zoals vorige week? Wij beginnen niet zo goed aan die wedstrijd. Een beetje slaperig weer de tweede helft. Moeten toch wat wel te vinden. Dan denk je, het is nog vroeg, we kunnen nog wel omdraaien. Want de trainer zegt altijd, we maken altijd een goal. En dat is nu ook wel gebleken. We zijn een team dat makkelijk scoort, dus blijven geloven nou en dan hebben we het te kunnen omdraaien eigenlijk. Ja, want jullie pakten het echt goed op na die 1-0 achterstand. Ja, dit is wel op voorhand ingeprent door de trainer na vorige week. Van als we een goal tegen krijgen, hoofd omhoog en gewoon gaan. En ik denk dat we dat gedaan hebben. Ja, dan was jij het weer met het hoofd die de 1-1 maakte. Ja. Dus af en toe was die bal goed. Valt de eerste helft was ook een goede bal van Marco, maar die pakte de keeper echt goed. En dan, nu was de bal eigenlijk nog beter, dus was nog iets makkelijker. Ja, dan is het 1-1. Je hebt dat gevoel, ging die wedstrijd toen verder, van Willem II was echt aan de druk op die moment. Ja, zij wou echt winnen. Wij wouden ook winnen, maar misschien niet ten koste van alles. Ik denk dat zij ten koste van alles wouden winnen. 1-1 in Willem II zou een redelijk resultaat zijn. Er gaan hier nog veel ploegen punten verliezen. Maar als je dan 2-1 kunt maken, moet je het niet nalaten. Ja, jullie hadden een geweldig keeper op goal staan vandaag. Ja, die pakte een paar ballen heel goed. Dus vooral die vrije trap was schitterend gepakt. En voor de rest, ik kan me niet heel... Ja, de tweede helft ook een begin, goede redding. Voor de rest ben ik eigenlijk veel kwijt, maar hij heeft het goed gedaan. Ja, en dan het einde van de wedstrijd. Dan komt die bal volgens mij aan de rechterkant van het veld. Ja. Bij jou terecht. En in één keer komt er nog een versnelling uit de benen bij jou. Ja, ik denk dat die andere moe was. Geen idee. Ik probeerde me langs te wurmen en alle energie erin te stoppen. En ik leg hem bij Thomas en die schoot hem goed binnen. Zag je Thomas al lopen? Ja, ik had gekeken. Ik zag Richie voor de goal, maar die was goed gedekt. En Tommy stond redelijk vrij, dus ik dacht, die heeft de grootste kans. Ik ga hem daar proberen te brengen. Hoe mooi was die ontlading na die goal? Ja, mooi. Ik denk, heel het team vliegt op elkaar. En dan zie je dat we echt een team zijn, dus dat is heel mooi. Ja, mooie overwinning. Even terug naar jouzelf. Ja, hoeveel kilometer heb jij vanavond gelopen? Weet je dat? Geen idee. Kilometers of 13, denk ik. Ja, want overal zat jij tussen. Ja, dat is wel de bedoeling op die positie. Dus ik probeer zowel aanvallen als verdediging mijn steentje bij te dragen. En het is wel gelukt vandaag, denk ik. Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is dat je bijvoorbeeld een paar weken op de bank zit. En dan vandaag moet je in één keer volle bak. Ja, ik was na het einde van de wedstrijd iets minder fris dan anders. Maar dan moet je doseren en op het juiste moment je kans pakken. En toch nog een verstelling in de benen op het Precies. Eind. Precies.